Temperatuurcontrole bij een Dutch oven blijft een beetje gissen. Er zijn schemaatjes te vinden op internet waarin staat hoeveel kooltjes je onder en op een pan moet leggen en bij welke maat, maar het blijft een beetje een richtlijn. Ik gebruik altijd een ringmethode. Dus wat doe ik? Ik maak een ringetje ter grootte van de buitenkant van een pan. Daar zet ik dan die pan op. En dan heb ik één ringetje met kooltjes aan de buitenzijde. Die verwarmt dan zowel de onderkant van de pan, want er is straling naar onder toe, als de zijkant, de wanden ervan. Daarna leg ik de één ring met kooltjes aan de buitenzijde van de deksel. Op dit moment heb ik ongeveer een hitte aan de binnenkant van 160, 170 graden. Daarmee kan ik koken naar stoven. Op het moment als je nou het warmer wil hebben in die pan, wat doe je dan? Dan leg je er een halve ring in. Dus in plaats van tegen elkaar, leg je dan een kooltje verder. Leg je een... Als je iedere keer één gat open. Als je hem nou vol legt, als je hem op dit moment helemaal om de andere kooltje een kooltje inlegt, dan stijgt de temperatuur met ongeveer 20 graden. En als je hem dan wel helemaal vol legt, dus de tweede ring, die vul je wel helemaal op. Ik zal het nou eventjes niet doen, maar je kunt hem helemaal vol leggen. Dan gaat die pan die gaat naar 200 graden. 200 graden is de temperatuur waar je brood mee bakt en waar je allerlei andere dingen mee kunt maken. Als je het nog warmer wil hebben, ik doe daar zelf al zo met mijn pizza, dan leg je heel de deksel vol. Ik hoop dat je hier iets aan hebt en veel plezier ermee.